Hoe voelt dit? Ja, geweldig. Het is niet te omschrijven. Je kijkt hier zo lang naar uit. Hoe de supporters het vandaag doen, weer en gisteren ook. En al heel het seizoen en al heel veel jaren eigenlijk. En dan is het uiteindelijk wat je ervoor terugkrijgt. Achter je staat Wijnaldum. Hoe belangrijk zijn jullie met z'n tweeën geweest dit jaar? Ja, natuurlijk is het, de kapitein altijd heel belangrijk. En Wijnaldum heeft heel het seizoen goed gepresteerd. En, Gini, mooie woorden van Memphis. Ja? Je bent de man van het seizoen, zegt hij. Nee, dat is Memphis. Voor mij, jij bent het. Memphis, samen met Luc natuurlijk. Zijn er geen papi niet. Ja, nee, maar ik bedoel, als captain is het toch iets anders. Je hebt een groep onder je hoede. En zo voelt hij het ook. En zo doet hij het ook. Hij is leider in alles wat hij doet. Ja, kom hier. En we zijn kampioen geworden. We hoeven niet veel te zeggen vandaag. Nee, precies. Wie ook spreekt, iedereen zegt van ja, het is zo mooi dat deze twee jongens, hè, dat die zeggen van wij blijven en dat uitspringen dat ook waarmaken. Wat doet je als mensen dat zeggen? Ja, Gini, het is gewoon zo gebeurd en we hadden die keuze gemaakt en we hadden volste vertrouwen in dat het ook zo zou gebeuren, eerlijk gezegd. Jij ook? Ja, tuurlijk. We hadden heel veel vertrouwen in het team. Ook in elkaar, ook omdat we een WK hadden gespeeld. We hebben heel veel ervaring meegenomen naar de club. En we hadden wel het vertrouwen dat waar het moeilijk zou zijn, dat wij het team konden leiden. En hebben we ook nog geluk gehad dat Luc erbij gekomen is en Andres. Rijtje Stijn die er nog was. Jongens, allemaal ervaring rijker. Tot slot, Memphis. Memphis wordt het Manchester United of Paris Saint-Germain. Kampioen, kampioen, kampioen. Dankjewel. Kampioen, kampioen.